Goedemorgen. Zo slecht geslapen. Veel te laat in bed. Vervolgens ook nog eens een slechte nacht. Echt zo'n hoofdpijn van weinig slaap. Ik weet niet of ik Mila naar de opvang brengen. Ik schiet onder de douche. Ik heb zo meteen een interview met Vice. Als in echt een fysiek interview met camera en zo. Dus ik moet me ready maken. Yoghurt met Lucky Charms. Voor iedereen die zich afvraagt hoe het gaat met cereals. We eten om de dag ongeveer een kommetje of zo'n bijt. Of niet, het is niet een volwaardige maaltijd, dus het is meer extra, zeg maar. Dus ik eet nu dit en straks ga ik op meer eten. We gaan het opmaken en echt gewoon de tijd nemen. Weet je wel, echt gewoon met concealer je wenkbrauwen carven, dat soort dingen. Hoe vaak doe je dat nou? Nou, ik nu, wat interview. Look zit erop. Echt zo'n soort van everyday look waar je dan net even wat meer tijd in hebt gestoken. Bruin hier. Nou, het is voor film. Oké, mijn haar. Ik ga even wat poeder erin doen. Dit is natuurlijk gesorriet gedaan. Oké, dit is de look waar ik voor ga. Zilver pak. Wit shirt. Twijfel over make-up nu. Het shirt lijkt wel blauw, hè, zo. Het is wel wit. Clean, crisp. Air Force, dus die ik laatst van voet heb gekregen. Oeh, deze. Oké, guys, ik draag vandaag dit pak. Ik vind het altijd nog heel lastig met dit, want je ziet dit gewoon heel erg bij mij. Ja, ik had laatst ook zo'n ding, een joggingbroek aan, die zat ook zo, en dan reageerden mensen, oh, camel toe, maar het is gewoon mijn lijf, zeg maar. Het is dan niet echt waar, maar banaan is het echt niet daar, maar hier alleen, ja, door dit ziet het er gewoon gek uit. Maar goed, witte sneakers, en oh my god, de tas, ik heb lang niet meer gebruikt, hè. Zo, en wit shirt, gouden sieraden, ik twijfel over de gouden sieraden, maar ik zag dat bij de foto's bij Josh op de site hadden ze goud ermee gecombineerd. Ik dacht, ja, dan moet het maar. Mijn jasje heb ik even omhoog, want ik heb wat bronzer hier gedaan. Het zal wel nu droog zijn. Ja. De look voor een Vice interview. Oké, dan de geur van de dag. Ik draag echt elke dag Angelo de Mon. Maar vandaag ga ik voor... Waar heb ik zin in? Bubble bath. Ja. Oké, even een koffie. Ik zit even te oefenen hier in de stoel hoe het eruit ziet als ik ga zitten. Want kijk, je ziet dan zeg maar die... Rol bij mijn buik. En dat, zoals Foef net zei, je een baby gemaakt, I know. Maar moet ik een beetje, als ik zo zit, dan zie je het niet. Kan ik dit maken om zo te zitten? Dus dan zie je mijn benen meer. De legs. Nee, dit is stom. Dit is zeg maar mijn minst flatterende positie, omdat het dan zo die huid zo. Ik moet eigenlijk mijn knie ervoor doen. Moet. Vind ik zelf prettig. Oké, dit is de uiteindelijke look met jas erbij. Ik heb mijn flesje mee, dit is mijn mondkapje. Ik dacht, ik kan ook die beige tas doen, maar ik vind het eigenlijk wel leuk om die groene erbij te doen. Nee, dat is juist leuk. Nou, oké, let's go. Weet je wat het is met fashion en kleding, waar ik natuurlijk helemaal niks van weet? Er is nu zo'n fase van kleding die ik echt heel leuk vind. Losse kleding, laagjes, eigenlijk alles wat precies goed gaat met mijn lijf. Maar ik weet... Dat betekent dat niet lang hierna de volgende fase weer is het tegenovergestelde als altijd. En dan is het weer strak en dan is het weer zeg maar... Dus ik neem het ervan op momenten dat ik merk dat trends heel erg bij mijn lijf passen. Dus gewoon niet te strak en zo. Dan zijn dat de momenten dat ik leuke dingen koop en zo voor mezelf. En op het moment dat er weer trends zijn die totaal niet bij mij passen. En dat is gewoon echt heel vaak. Ja, ik heb gewoon een best wel lastig lijf. Dan koop ik daar niks van. En dat is heel grappig, want je merkt dan dat mensen mij niet trendy vinden op dat moment. Omdat ik gewoon echt niet meega. Ik zeg maar wat, weet je wel, van die jurkjes die helemaal body hugging zijn. Maar ik ga daar bewust niet mee. En als ik dan wel aandoe, nou dat heb ik echt al heel niet meer gedaan. Maar toen ik het dan kreeg ik te horen, ben je zwanger? Oh, wat ben je dik en dit en dat, weet je wel. Dus het is soort van nooit goed. Maar wat dat betreft kies ik gewoon voor wat ik zelf leuk vind en waar ik me comfortabel in voel. En op dit moment voel ik me heel comfortabel bij wat er nu hip is. Oh, dit is echt vreselijk. Het is keihard aan het regenen, maar
echt keihard. Iedereen heeft zijn regenjas aan, alles. Ik moet nog best wel een stuk lopen. Het moet in een zijstraatje zijn waar je niet kan parkeren. Ik sta nu aan de Herengracht. Ik heb mijn nieuwe fresh squeaky clean witte schoenen aan. Ik heb mijn haar. No! Misschien dat ik mijn jas over mijn hoofd doe of zo. Het begint wel. Nee, het is nog steeds aan het. Het was net echt keihard storm. Het is nu gewoon gewone regen. Oh. Let's go. Ja, daar gaat ie. Oh, ik heb geen paraplu, niks. Vreselijk dit. Oh. Maar het is gelukkig iets minder volgens mij nu. Hier. Ergens. Oh ja, daar zo. De wijs. Yes. Kijk jongens. Kijk, dit is dus nu bij Vice. We zijn aan het filmen hier. Behind the scenes. Oké, heel super leuk. Dat was echt heel grappig. Ik ga weer terug naar huis. Hoe laat is het? 10:50 ongeveer. Ja. Oké, we gaan naar huis. Hoofdpijn, joh. Ik heb het al ingenomen thuis, maar het bleek niet te werken. En thuis, Fufski. We hebben salade van gisteravond. Oh, mijn favorite in Asian. Ja, ik heb ook een wit iets aan nu, maar dit is zo lekker. Ik moet alleen nog even wat dingen sturen naar Max. Als dat ziek en dan eten en dan even. Oké, we zijn een paar uur verder. Ik ga de kleine halen van de opvang. Of heeft nu een beetje hoofdpijn. Ik had het eerder vandaag. Het is echt zo'n dag. Jongens, ik heb iets gedaan. Ik had gisteravond voor het slapen alleen dit gezelfbruind. Tot hier ongeveer. Want ik vind mijn huid is net zo wit als mijn witte sneakers. En nu zie je echt een beetje contrast. Zie? Ik vind het best wel mooi. Trucjes. Kentjes morgen nog? Misschien zet ik nog wat dingen erop dan. Morgen lesgeven, hè? Oh ja, morgen lesgeven. Ja, of ik ga het even doen. Wanneer? Kom hier voor het lesgeven. Ja, dat kan. Ik denk dat dat een meerder wordt. Dat ik hem. Ik neem ze mee in de auto en dan na het lesgeven ga ik. Ik kan zin even weer te gaan liggen, maar ik denk dat het ook goed is. Ga gewoon liggen, joh. Ik ben over 3 kwartier weer terug. Jongens, ik vind het leuk dat jullie het zo leuk vinden. Mijn campagne behind the scenes dingen. Het is alleen zo jammer dat ik niet veel mag delen van dingen. Vroeger snapte ik dat nooit, maar hoe meer je met grote merken en legal en zo werkt, hoe meer je. Ja, je ermee te maken krijgt eigenlijk. Ik vond dat zo'n domper. Dan dacht ik, jezus, why? Maar, sorry. Ik had net toch zoiets grappigs. Ik had een belafspraak met Jill van Grazia. En dat was om 4, dus hij belde mij. En ik app van, hey, kan het even over 10 minuutjes? En toen stuurde ze Leonardo DiCaprio gifje. En toen echt zo van, hoezo, waarover, dit, dat. Ja, nee, bellen, 10 minuten. Ja, maar zouden wij bellen dan? Ja, bellen, ja. Maar toen belden ze me weer, terwijl ik dat appte. Ik zeg, ja, nee, heel, toen zei ik iets van, heel even, 5 minuutjes nog, nu nog. Ik zat even op de wc. En toen, ik wil dolgraag met je bellen, schat, maar ik weet niet waarover was het. Natuurlijk de verkeerde Jill was het. Jill, Croco Jill. Ze ging helemaal stuk, ik ging helemaal stuk, ik kwam niet meer bij. En ondertussen was Gracia Judith aan het bellen. Maar ja, die hoorde ik neem niet op en ik stuur niks. Dus dat was echt heel grappig. Oké, nu gaan we. Dat was voor mijn column trouwens. Dat doe ik natuurlijk ook nog. Hè? Dat ja, zie je misschien ook niet. Ja, soms moet ik even niet vergeten bepaalde dingen te vloggen. Ik ben dan te gefocust op iets om het mee te nemen in een vlog of zo. Ja, klinkt heel raar dit. Want je zou denken, hallo vloggen. Of mensen die dan zeggen, ja, maar vlog is je werk. Niet helemaal. Eigenlijk, het wat mijn werk is met de campagnes en voor klanten werken en zo. En Beautygloss zie ik ook echt. Beautygloss video's zie ik ook echt als zeg maar mijn werk en zo. En contact met merken, contracten, dat soort dingen. Het vloggen is altijd ontstaan vanuit leuk laten zien wat ik doe. Ja, soms moet ik mezelf reminden van je moet wel alles filmen. Want ik film echt bij lange na niet alles. Oké, we gaan de bebe halen. Bebe.
Oh ja, iets anders wat ik niet kan laten zien, helaas. Maar ik heb vandaag de sample gehad van een nieuwe elastiek voor de nieuwe planner. En het is een... Ja, het is weer een ander soort elastiek wat ik eerder heb gehad. Ik vlog steeds als ik bij een stoplicht sta. Ik wil gewoon niet rijden vloggen. Maar het is anders dan normaal. Zo, prinses Mira is in de auto. We gaan naar huis. Jongens, we gaan de finale van Mokromafia kijken. Oh, ja? Met een pizza, toch? Nee, ja, ik vind best. Ik dacht dat jij dat wilde bewaren. Maar... Oh, nee, nee. En dan met een pizza erbij. Ja. Oeh. Oh, die is ver. Deze ook lekker, zeg. Ik heb 4 kaas met extra geitenkaas. Dat en heb ik in jaren niet gehad dat de pizza heet is. Ja. Het is hier dat altijd een beetje een roulette als in... Ja, maar dat is toch wel altijd... Maar soms komt hij helemaal gummy koud aan, weet je wel. Oh. Van de vlog van vorige week zaterdag, als jullie dit zien. Oh my god, gewoon alles. En dan dit stukje, dit. Oh my god. Yeah. Het is zo geweldig. Oh. Poef zegt, kan niet wachten tot we met haar leuke dingen gaan doen. En dan bijvoorbeeld meenemen naar Disney of zo. En dan dat ze dat gezicht dan heeft. En dat ze zo blij is. Gewoon allemaal hart. Ik kan het gewoon niet aan. Gewoon mijn hart wordt helemaal warm van binnen. Het is echt zo, dat zeg maar, je wordt gelukkig als je kind gelukkig is. Het is echt zo. Ik had het als jij gelukkig. Dat heb ik ook. Als jij heel gelukkig bent, word ik ook gelukkig. Ja. Maar dit is een heel ander level. Ja, dat vind jij heel leuk. Ja, ik kan het. Dit, er is dit. Je kan het met niks vergelijken. Het gevoel van je kind dat gelukkig is en lacht en zo. Als je dan in Disney is, zeg maar een beetje Minnie Mouse trick hoedje. Oh, ja? Kijk, ik zie het al lopen met die oren. Oh. Oh, ik ga dit shot nog 1000 keer bekijken. Ja. Jongens, ik. Ga slapen, score of 11. Morgen mijn laatste masterclass voorlopig. Dus aangezien het 1 keer is, moet ik al die dingen naar het hotel meeslepen. En dan gelijk daarna ook weer meenemen. Dus om 1 uur geef ik de les. 12 uur stop ik de kaartverkoop. Dus ik wil er 11:30 zijn, zeg maar. Tussen 11:30 en 12:30, zoiets. Dus dat is de planning voor morgen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Dankjewel.